namens de Hartemer Oranje Vereniging wens ik u allen een hele goede morgen. Welkom bij deze ovale op het vernieuwde Marktplein. Met name een welkom richting de genodigden, richting het gemeentebestuur, Fanfarekorps Ons Genoegen, de scouts van scoutinggroep De Trijsberg en de hulpdiensten voor geluid en EHBO. Koningsdag in het kort. De koninklijke familie gaat op bezoek in Zwolle en het is, nou toch, valt nog mee, maar het is redelijk koud. Vorig jaar zijn de koning en koningin ook al in Zwolle geweest bij de festiviteiten in het kader van 200 jaar koninkrijk. Toen de vrijwilligers in het verenigingsleven in het zonnetje stonden. En dat is kennelijk goed bevallen. De Hartemer Oranje Vereniging, ook bestaande uit allemaal vrijwilligers, bestaat dit jaar 95 jaar. En dat willen wij vieren. Het zou heel mooi zijn wanneer wij als Oranje Vereniging de 100 jaar gaan halen. Dat duurt dus nog 5 jaar. Maar dan zullen er toch wel nieuwe bestuursleden gevonden moeten worden. Willen wij met z'n allen de Oranje Vereniging in Hattem levend houden. Het gehele Oranjefeest rondom deze Koningsdag in Hattem wordt u door ons aangeboden samen met de leden van de vereniging, de vele vrijwilligers en natuurlijk niet te vergeten de sponsors. Zaterdagavond en dinsdagavond hebben wij kunnen genieten van geweldige muziek met een hele gezellige sfeer in de feesttent. Helaas was het zaterdagavond na afloop allemaal wel iets minder. Verder hebben wij zaterdagavond de optocht verreden, gelukkig onder droge omstandigheden met een mooi zonnetje. De winnaar bij de scholen is geworden de Van Heemstra School. Gefeliciteerd daarmee. En bij de verenigingen Alexandra van de Grift uit Wezep. Zij hadden een voorstelling gemaakt van 35 jaar jeugdjournaal. Een van de wagens van de Van Heemstra School werd door de jury beoordeeld als mooiste wagen in de optocht. Het gaat om de wagen met de bos en de vele mooie uiltjes daarin. Wij wensen u allen een prachtige Koningsdag toe en geniet allen in vrijheid van wat de Hartemer Oranje Vereniging en haar vrijwilligers u aanbiedt. Thank you.
wij hier als Hattemers en mensen buiten Hattemhoek, hoop ik, met elkaar de start kunnen maken van Koningsdag. Als je zo om je heen kijkt in de kranten, is dat geen gewoon goed in deze wereld. En daarom mogen wij er trots op zijn dat wij hier bij elkaar kunnen komen, ons volkslied zingen en stil kunnen staan bij ons Koninklijk Huis, dat op een hele mooie manier vandaag in de regio de Koningsdag komt vieren. Ik ben toch blij dat u hier bent, voordat u naar Zwolle gaat. Gaat u naar Zwolle? Ja, veel mensen zelf, denk ik. Het zal net een beetje mooi weer worden gelopen tussen de bedrijven door. Maar nogmaals, ik ben blij dat u uw start hier in handen heeft. Ik noem net al Koningsdag Zwolle. Het is een feest dat voor ons de hele regio betreft. De uitstraling van het feest in Zwolle raakt het Hattem. Ik ben er al trots op te mogen zeggen dat vanuit Hattem meegewerkt is aan het programma. Dat Hattemse bedrijven meedoen. En op zo'n manier voelt het toch een beetje alsof het Koninklijk Huis ook hier vandaag aanwezig is. Alhoewel, wat zou het mooi zijn geweest als ze hier op deze mooi gerestaureerde markt eventjes langs waren gekomen, of niet dan? Een woord van dank in de richting van de Oranje Vereniging, die als van ouds, zou ik zeggen met 95 jaar, er weer voor gezorgd heeft dat er een heel mooi programma staat. Ik ben ook blij en trots met de aanwezigheid van een groot aantal Hattemers die het afgelopen jaar zijn gedecoreerd. En aan het einde van deze bijeenkomst krijgt u de gelegenheid, voor zover het niet gedaan is of voor een tweede keer, dat past natuurlijk ook, om hen te feliciteren met hun onderscheiding. Dit is het einde van mijn speech. Ik wens u allen een hele mooie dag. En we vervolgen met het zingen van ons Hattems stedenlied, ingezet door ons vroeger. Thank you.